We hebben wel een hele goede invaller vandaag. Kimberly van der Brink, die neemt het even over van Marleen. Ja, en je weet het, hè, Barik, als het maar jong en blond is, dan is het altijd goed. En in dit geval is het jong, blond en mooi. Ja. Dus oké, Rick, even met je... Even met je oogjes op het scherm blijven. En, over jong en blond gesproken. aan de telefoon heb ik Inge Pauwels. Dat is een dierengedragstherapeute uit België. Hallo Inge. Dag Rick. Hallo. Ja, jong en blond. Je hebt ook jong en blond, hè? Nog steeds jong, ja. En nog steeds blond. Ik wil net zeggen. Goed. precies. Dat is een leuke binnenkomer. Ik wil net zeggen. Inge, ik bel je niet zomaar. Ik zat de hele week... leefde ik al met de volgende vraag... Je zat aan mij te denken de hele week. Ja, dat sowieso. Maar dat is geen nieuws, toch? Nee, dat is een grapje. Willen wij dit weten? Nee, dat willen we niet weten. Inge, waar ben je in terecht gekomen? Ja, in Wespennest. Nee, ik wil het volgende even zeggen. Ik zat vorige week liep ik door een park bij ons. En ik zag daar een man lopen met een hond. Nou, ongeveer 50 meter voor hem liep ook een man met een hond. Maar de ene man... zijn hond liep naar die andere hond, zeg maar. Maar dat was helemaal niet gewenst. Mm-hmm. En dan liep het. Ik kan het net wel voorstellen. Ja, dat is nogal een probleem, geloof ik, hè, als je hondenbezitter bent, hè? Ja, kijk, hondeneigenaars vinden het soms gewoon fantastisch leuk om de ene hond onbevraagd met de andere hond te laten kennismaken. Dat is net hetzelfde als ik iemand op straat tegenkom en ik ken hem van haar of pluim. En ik zeg gewoon, hey, ik vind jou leuk. En even een dikke knuffel. Sommigen gaan dat misschien leuk vinden, maar de meeste mensen stellen niet op het prijs. En nee. Bij honden is dat niet anders. Nee, inderdaad. Maar waarom wordt het dan bij honden zo makkelijk geaccepteerd? Ik bedoel, ik heb ook zelf een hond gehad. Weet je, dan liep ik door het park heen en dan zie ik een andere hond erop afkomen. En dan denk ik toch van ja, wat moet ik hiermee? Ik ga er maar akkoord of zo. Ik accepteer het maar of zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo heel normaal, toch? Nee, het is helemaal niet normaal, want vreemde honden die elkaar tegenkomen, kan zelfs heel gevaarlijk zijn. Dus je weet nooit, ook al doet jouw hond niks, misschien doet die andere wel iets of omgekeerd. Dus ja, dan is het toch ook aan het baasje om dat toch even aan te geven van, goh, hè, die van mij die wil eigenlijk, die wil dat niet of die bijt graag. Klopt. En dan roepen heel veel baasjes op afstand van, wil je alsjeblieft je hond aanlijnen? En dan is het afhankelijk van de goedwil van de anderen. Of van de luidheid van je stem. Want ja, sommige mensen kunnen niet zo heel hard schreeuwen. Dus en we hebben daar een systeempje op gevonden. Dat misschien iets duidelijker zou zijn. Ja. Ja, wij gaan gele lintjes bevestigen aan de leiband en de halsband van de hond. Die liever niet benaderd wilt worden. Dus dat hebben jullie gewoon in België als eerder. Dat hebben jullie gewoon als Belg eerder dan wij in Nederland? Begrijp ik dat nou? Ja, we hebben af en toe wel eens iets eerder. Maar eigenlijk moet ik niet met de eer gaan lopen, want het komt vanuit Amerika en Engeland. Oh, okay. Dus. En wat doet dat bandje dan precies, Inge? Het komt van de scheepsvaart. En in de scheepsvaart zeggen ze van, kijk, een schip met een gele vlag, dat is een schip dat in quarantaine geplaatst wordt. En bijvoorbeeld er is een ziekte uitgebroken of dergelijke dingen. Dus hou afstand. En daar hebben we die kleur dus ook in de hondenwereld geïntroduceerd. Met de bedoeling van bijvoorbeeld honden die loop staan. Het is een gevoeliger periode dan anders. Dus ook gelieve afstand te houden. Of honden die in training zijn. Of jonge puppies die misschien nog wat onzeker zijn. Of soms gewoon ook honden die wat moeilijker zijn met andere honden. Die misschien wat bijtgrager zijn. Gewoon duidelijk aangeven van kijk, gelieve afstand te houden. Dus je kan dus gewoon dat lintje om de hals... band doen, hè, om de riem, en dan weet dus een andere partij van, joh, wacht even, mijn hond zit hier niet op te wachten, ga weg. Ja, dat is de hele bedoeling. Oké. Okay, nou. En Inge, ga je dat nou ook invoeren in Nederland? Of is dat systeem er al in Nederland? Of is het moeilijk? Ja, ik weet niet of het moeilijker gaat zijn dan als in België, dat hangt er een beetje vanaf. Maar in ieder geval, we hebben het in ieder geval op de sociale media en in de pers gegooid. Dus we hopen dat het gewoon een Europese begrip gaat worden. Dat gewoon in heel Europa elke hondeneigenaar ziet bij een andere hondeneigenaar is een geel lintje. Dus ik laat de hondjes niet spelen of ongevraagd er naartoe lopen. We hopen dat echt dat gewoon een begrip gaat worden. Dus mocht je thuis zitten en een hond hebben of een ander soort dier waar je mee wandelt in het park en je denkt van joh, inderdaad, ik heb het probleem ook dat iemand anders mijn hond besnuffelt en dat wil ik niet. Dan is zo'n geel bandje is prima te doen. Maar waar vinden ze meer info over dat gele bandje?
Ja, je kan altijd bij ons op de websites gaan kijken naar www.toscanzahoeve.be. Daar staan wat blogs op die we uitleg geven. En nogmaals, op de sociale media, op de Facebook van Toscanzahoeve kan je terecht. En je kan, mensen vragen me ook dikwijls van waar haal ik dan dat gele lintje? Ga gewoon ergens naar de AVA of ergens een knutselwinkel, het maakt niet uit. En ik haal gewoon een geel lint. Straks is het Pasen, dus een ideale periode leuk om gele lintjes aan te schaffen. En wat eitjes aan die halsband te hangen, ja tuurlijk joh, leuk. Dat is iets anders. Trouwens, het zou ook handig kunnen zijn bij mannen. Nou, ik zat er net over na te denken, Inge. Ik moet vanavond nog werken. En daar komen een heleboel mannen. Dus jij wil een geel lintje om je nek, en ik denk dat ik gewoon, ik denk dat ik dadelijk even langs de AVA ga om inderdaad even dat gele lintje om het nekje te hangen. Nee, prima. Eens even kijken wat het doet. Dat is een optie. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Prima. Hey Inge, hartelijk bedankt voor je uitleg. Ik ben weer helemaal bij en ik wens je een hele fijne dag toe. Ik ga terug naar mijn congres, want ik zit hier op een congres in Nederland trouwens. Dus ik ben in het land. Oh joh. Nou, lachen. Nou, veel plezier. Ik zal je niet langer storen en geef lekker les en op het congres. Is dat wat? Heel erg bedankt. Heel veel plezier nog jullie. Dag Inge, dag. Tot zover Inge Pauwels van Toscanzahoeve. Dat is een beetje de Martin Gauss van België trouwens. Hè? Ja. Het is wel even leuk om haar even aan de telefoon gehad te hebben. Goed, een geel bandje dus. Voor mannen en voor honden. Maar voor honden is het meestal wel erg handig. Toch, ja. Straks de gast hier in het programma John West. Die komt langs. Of moet ik John West zeggen? Volgens mij mag het alle twee. Oké.